Ik schrok hoeveel er gebeurde bij mij. Want het voelde veel heftiger dan ik had verwacht. En ik wist ook niet of het waar was. Dat vond ik ook heftig. Dat ik dacht, shit, ze gaat jonger willen worden. Weet je nog het moment dat ik jou vertelde dat ik in transitie wilde gaan en hoe je je toen voelde? Volgens mij zaten we toen in New York, was jij mee. En vertelde jij mij en papa dat je programma had gezien op tv en dat je steeds geïrriteerder werd terwijl je aan het kijken was en commentaar had op de televisie naar alle mensen die er waren. En dat jouw vriendin toen zei... Jeetje, wat is er toch, Flip? En dat jij toen zei, ja, op een gegeven moment van... Ik wil dit ook. Ja. Waar zij het over hebben. Ik wil dat ook. Ja. En jij vertelde dat je toen de volgende dag naar de huisarts een afspraak hebt gemaakt. Wij wisten niet beter dan dat je soort van transfluid was. Ja, iets ertussenin. Iets ertussenin. Ja. En eigenlijk was dat ook iets wat wij... eigenlijk niet beter wisten. Ja. Dat hoort gewoon bij jou. Jij zit er tussenin. Ja. Je bent een heel androgyn mens. Ja. Dus toen jij dat vertelde... ik schrok hoeveel er gebeurde bij mij. Want het voelde veel heftiger dan ik had verwacht. En ik wist ook niet of het waar was. Dat vond ik ook heftig. Dat ik dacht, shit, ze gaat... Ja. Jonger willen worden. Maar dat is toch niet wat je bent? Jij hoort er toch tussen? Dat is ons kind. Zit precies op het randje. En dat maakt je zo bijzonder. Dus dat jij een keuze... Maakt dat ik niet meer niet op het randje zit. Wacht even, die moet je uitleggen. Nou, de makkelijkste manier om hem uit te leggen is... ik ben van een mannelijke vrouw naar een vrouwelijke man gegaan. Dus mijn vrouwelijke kant omarmde ik nooit. Dat was alleen mijn lijf. Omdat die vrouwelijke kant... soort van remde de mannelijke kant. En nu ik eruit zie als een man, vind ik die vrouwelijke kant veel leuker dat ik die heb. En durf ik die meer te zijn. Ja. Dus ik ben nog steeds in het midden, alleen het lichaam is omgeflipt. Oké. Helder. Ja. Ja, en toen dacht ik, het is de wereld, het is de maatschappij die jou dwingt om een keuze te maken. Doet het pijn? Nee? Gewoon, het klinkt zo heftig. Oh ja, nou ja, en ik dacht, het is ook een soort van pubers willen graag de wereld gewoon helderheid. Die willen gewoon zwart-wit, dat het duidelijk is. Ja. En ik dacht, je bent eigenlijk nog te jong om te beseffen, er zitten heel veel tinten tussen. Ja. En jij wil gewoon nu duidelijkheid. Dus ik dacht, dit is een roep om duidelijkheid, maar is dit ook wat het gaat brengen? Is het ook de juiste, ja. Maar je legt wel iets goeds uit. Het is heel leuk om dit te horen. Ja, want? Nou, omdat het wel het gevoel was wat ik kreeg, maar niet letterlijk zo was uitgesproken voor mijn... Kon ik misschien toen nog helemaal niet voelen. Nee, je hebt het wel vrij beschaafd gehouden en ik voelde dan wel veel emotie daaronder. Maar de zinnen waren wel allemaal een soort van goed bedoeld, lief geformuleerd. En had je dit liever gehad? Nee. Nee, ik ben heel blij dat je me toen hebt gespaard. Oké. Ik kan het nu wel hebben. Ik vind het nu wel interessant om te horen juist. Mag ik? Ja? Hoe of wanneer merkte je dat een vrouwenlichaam niet goed bij jou past? Ik denk dat er heel veel clues waren in mijn jeugd dat ik... In ieder geval, dat lijf me toen niet zoveel boeide, maar dat ik wel een deel wilde zijn van de jongens. Of dat ik alle dingen deed die de jongens deden. Maar ik heb als kind het er nooit zo aan gelinkt, gender en wat er dan allemaal achter zit. En ik denk dat ik een jaar of 16 was, dat ik op Tumblr soort van midden in de nacht in paniek heb ingetypt... I feel like both the guy and the girl, what should I do? En toen in een soort van reeks van verhalen belandde en dingen begon te lezen over meer dan alleen de hokjes man en vrouw en meer te weten kwam over wat non-binair was, over wat genderfluid
was. En al die termen zorgden dat ik er, denk ik, wat opener over ging nadenken. Meer ging kijken, wat herken ik in mijn eigen leven? En toen dacht ik, oké, er valt heel veel op zijn plek nu. Volgens mij moet ik hier... gaat dit over mij? Moet ik hier iets mee? Ik heb wel eens aan jou gevraagd, zou je liever een jongetje willen zijn? En dan keek jij mij zo aan van... En toen dacht ik, oh nee, oef. Nee, geen, weet je wel, geen... geen slapende honden wakker maken. Zo, als, nee, maar ook anders voelde het zo van, oh, dan zit ik iets te forceren. Ja, en dan maak ik juist er een ding van. Ja. Maar dat was een, omdat je altijd de ridders wilde zijn op carnaval. Je hebt echt never nooit, volgens mij, na je tweede of derde nog meer een jurk of een rok aan. Tenzij ik dat stoer voor je combineerde met een broek eronder. Dus ik heb altijd heel goed opgelet. Dus toen jij borsten begon te krijgen en toen je lichaam ging veranderen, toen dacht ik echt, oh, nou ben ik benieuwd. Ja. Nou, dit zou het moment kunnen zijn dat er... Nou ja, maar dat gebeurde eigenlijk niet. Je had daar geen last van. Ik was toen met hele andere dingen bezig. Ik was toen al lesbisch, dus dat vond ik allemaal heel vermoeiend. Dan had je handen al vol. Ja. Ik was helemaal niet bezig met... Met je. Ik wist wel dat dat kon, want er zat een jongetje op de basisschool. Die kende ik niet persoonlijk, maar ik had wel verhalen gehoord. Ja. En hij was er heel jong bij. En in mijn hoofd was dat hoe het werkte. Je moest er gewoon heel jong bij zijn. En als je er tot je tiende niet over had nagedacht, dan... Het verhaal van Valentijn. Zal het ook wel niet dat die over jou gaan. Dat we hebben gevolgd. Ja. Precies, die het al op zijn vierde of eerder nog... Ja, en de grap was, jij had allemaal boeken in huis. Ja, echt, hierover. Ja, ja. Echt wel 2 of 3 boeken met foto's van jonge transgenders. Maar dat waren allemaal kinderen onder de 10. Ja. Dus in mijn hoofd had ik die koppeling gewoon niet gemaakt dat ik daarna die vraag nog aan mezelf mocht stellen. En wij hebben dus blijkbaar ook niet meer bedacht op dat het nog kon. Nee. Nee, maar dat is er... Ik zit hier nu gezond. Het is er uitgekomen. Op een tijd dat ik er wel klaar voor was en naar op zoek was. Ik denk niet dat het eerder makkelijker was gegaan als jullie wel nog een keer die vraag hadden gesteld. Oké, jij mag. Oh, leuk. Wanneer merk je dat ik nu je zoon ben in plaats van je dochter? Wat het gekste was, waarom het misschien ook best moeilijk was in het begin om even te wennen aan het idee dat jij in transitie wilde, is omdat je de tijd daarvoor ineens enorm lomp mannelijk ging doen. Ja. Ik ga het maar gewoon zeggen. Met een soort zo hangen, een sigaret ineens zo pakken, een biertje of een glas ging zo, weet je wel, in plaats van gewoon zo. En je had een soort, ook hoe je liep, en ik dacht echt, Flip, ben jij dit? En toen het moment was dat jij de intake had gehad bij het VU, toen moest je nog weer heel lang wachten voor het echte traject mocht. Maar dat je voor het eerst eindelijk na een jaar wachten je daar mocht aanmelden. Toen was jij zo opgelucht. En toen viel letterlijk de nepstoerheid zeg maar, van je af. En toen was je voor mij, toen was je voor mij weer jezelf. En dat is grappig als jij nu zo zegt van... Oh ja, ik ben eigenlijk een vrouwelijke man en dat kan ik nu leven... Dat gebeurde toen. Vond je het moeilijk om aan mij te vertellen over je transitie? Ik denk dat ik het moeilijk vond. Moeilijker om het aan jou te vertellen dan het om het aan papa te vertellen. Maar dat vond ik bij alles. Als ik het aan jou vertelde, dan ging je er gelijk altijd hele geïnteresseerde, goede vragen die ik mezelf nog niet had gesteld, die ging jij mij dan al stellen. En dan dacht ik altijd, oh nee, dit is te veel voor me, zover ben ik nog niet. En papa die is dan ook wel echt het tegenovergestelde, die zegt gewoon, oh, oké. En ik ging en jij wilde altijd gewoon een kop thee erbij pakken. En dan moest eerst die hele theekan leeg voordat we konden stoppen met het daarover hebben. Dus ik denk dat ik een beetje bang was dat dat zou gebeuren. Maar als jij mij nu hebt herinnerd aan dat ik het in New York aan jullie vertelde, dan was het heel bewust dat ik jullie beiden... dat in 1 keer heb gezegd, om een beetje een middenweg tussen die 2 te krijgen. Wat waren je aannames of vooroordelen over transgenders voordat je er iets van afwist? Ik denk dat ik al sinds mijn 20ste of zo daar een soort fascinatie mee had.
dat dit iets is, dat transgenderschap, dat voelen wat je, dat je gewoon iets hebt, dit is niet wie ik ben, dit is wie ik ben. En dat je daarvoor durft te blijven staan, met alle gevolgen van dien, met alle vragen en gedoe en shit die je over je heen krijgt van de buitenwereld. Van al, en dat je daar dan toch denkt, maar het is zo, het voelt zo. Ik vond dat zo indrukwekkend. En toen was je ineens zelf die ouder. En toen was ik ineens zelf die ouder. Nou, daar zit ook al mijn... Dus, nou, de aanname zat dat ik dacht, jij zit er tussenin. Dus dat is niet meer aan de orde. Dus het overviel me gewoon nog. En ik dacht dat het een keuze was. Dat je daarvoor... Dat is wel een goed hard vooroordeel. Ja. Ja. Nou ja, dus dat het iets wat bijna alsof... maar dat komt ook omdat veel mensen om me heen... die zeiden bijvoorbeeld... Het is wel een trend nu, hè? Het is wel veel... het is wel een beetje de hype nu. Dan denk je, shit, als je zelf nog als ouder... nog in die... nog aan het zoeken wennen, bent. Ja. En aan het wennen bent. Dus dat echt wel moeilijk. Dus dat voelde als een soort beproeving... om te denken, oké, is het een hype? Oh, dan ga ik volgende keer flips even op bevragen. Nou ja, wat mij heel erg heeft geholpen is vond ik heel stom. Ik weet ook dat jij dat heel stom vond. Dat ik de Lotgenoten Stichting ben gaan opzoeken. Vind je nu niet meer stom, van transvisie vind je nu niet meer stom, hè? Maar nee. Toen ik weet niet waarom je dat stom vond eigenlijk. Waarom vond je dat eigenlijk stom? Dat ik dat... Ja, weet ik niet. Dat ik dat nodig had of zo? Volgens mij gewoon heel erg puberaal dat ik dacht, ja, je moet het gewoon nu snappen en niet... Ik vond zelf ook eigenlijk dat het moest. Maar toen ben ik dat toch gaan opzoeken. Ik ben er heel blij mee. Ja, en dan heb je dan de transfamilie, of transfamily groep, waar je dus met mede-ouders die ook... En toen heb ik dan een keer gebeld en gezegd, ja, ik vind dit moeilijker dan ik dacht. En toen brachten ze mij in contact met, vind je het fijn dat je een keer gebeld wordt door een moeder... Toen heb ik 2 gesprekken gehad, van 2,5 uur allebei, met 2 wereldvreemde moeders. Verbaast me niks. Die ik helemaal niet kende, dat het zo lang duurde. Ja. Verbaast je niks. Maar dat was dus ook nodig. Er was een paar dingen die zij zeiden. En toen merkte ik, dit is geen keuze. Ik zei op een gegeven moment, dit is precies wat onze zoon ook zegt. En toen dacht ik echt... Oh, dit is niet karaktergebonden, dit is niet een hype, dit is niet iets van hoe jij in jouw omstandigheden nu... Toen merkte ik echt, dit komt uit je, nou ja, uit je ziel natuurlijk, maar uit je tenen. En toen zei dat allebei, los van elkaar, de ene moeder uit Zeeland en de andere uit Nijmegen, dat zo noemde. Toen dacht ik, oké, die mag overboord dat het een... En toen ik jou daar ook... Dat het een keuze is. Ja, dat het een... Dat het ook geen keuze is. Dat het gewoon zo is. En dat het, en ik geloof dat ik daar altijd heel erg van ben. Van de roeping. Of wat is echt wat bij je past. Welk advies zou jij ouders van transkinderen geven? Laat je kind het tempo aangeven. Ook in welke gesprekken je erover hebt. In die zin. Dat als een kind iets aan een ouder... wil vragen, dan vraagt diegene het. Luister goed naar waar iemand is in het proces en waar iemand mee bezig is. En als die, of dat heeft ook te maken met, je kan wel zeggen ik ben trans, maar of je dan wel of niet aan de hormonen wil, ja. Of operaties en dergelijke. Dat is een soort vervolgstap die wel komt als het nodig is. Ja. Wat ik trouwens ook van jou heb geleerd. Dat er allemaal niet bij hoeft te zitten. Want dat was wel een beetje, volgens mij is in het verleden... en alle boeken die ik had of alle jonge mensen die ik heb gevolgd... die gingen allemaal all the way. En jij hoort echt bij een generatie die... Oké is met alleen top surgery. Bijvoorbeeld, ja. Of en er zijn ook mensen die helemaal geen top surgery doen... of juist die geen hormonen doen... maar wel hun borsten laten verwijderen. De opties zijn een soort oneindig... Maar ik weet, ik heb niet zo heel veel te zeggen tegen ouders, behalve ben lief voor je kind.